Ja, voorzitter. Ik zal de vragen proberen te beantwoorden. Tenminste, ik zal ze beantwoorden en ik hoop dat het naar tevredenheid is. De eerste vraag, de bijeenkomst met de minister, met het ministerie. Wanneer dat gepland staat en ook vervolgens wat er besproken gaat worden. Nou, ik weet dat er inmiddels een datum geprikt is. In de laatste week van maart zal dat zijn. Ik hoop natuurlijk dat die doorgaat, want als we allemaal heel veel ambtenaren meenemen, komen we boven de 100. Maar daar gaan we wel voor zorgen. Dus de laatste week van maart. En nou ja, vooral natuurlijk, wat gaat er besproken worden? Dat zal naar aanleiding van de second opinion zijn. Dus het rapport wat door ECORIS opgesteld wordt op dit moment. Dat is zo goed als klaar. Of het is klaar. Volgens mij is het deze week afgekomen. En het is natuurlijk vooral naar aanleiding van het besluit van het Rijk om niet bij te dragen. Hè, dat hebben ze in het MIRT-overleg aangekondigd. Wij dragen niet bij aan jullie, dus lees ons, project Zandijk. En of er dus in het rapport een haakje zit, een aanleiding zit om terug te komen op dat eerder genomen besluit. Daar zal het over gaan. En wat dan leidend is voor het ministerie, voor de minister, dat is of zij meekoppelkansen ziet voor haar A58 in kader van doorstroming en veiligheid. Dus vanuit doorstroming, vanuit die verkeersveiligheid, zitten er dan meekoppelkansen voor het Rijk om mee te doen in dit project. Dat is één. Uw tweede vraag, wanneer krijgt PS inzage in het rapport? Nou, daar wil ik het volgende bij opmerken, voorzitter. Het Rijk, de minister, is opdrachtgever. Dat betekent dat zij ook uiteindelijk besluit, A, wordt het openbaar en B, wanneer. Ik kan me voorstellen dat het na ons overleg in de laatste week van maart wellicht openbaar wordt. Maar nogmaals, ik ga daar niet over. Dat is geheel ook aan de minister, aan het ministerie. En uw derde vraag, dat gaat dus over opnieuw in gesprek gaan met Call the Dutch om nog eens goed naar die berekeningen te kijken. Of in zijn goed Nederlands of Zeeuws de heer Van der Linden en de heer Verbree. Voorzitter, ik kan u melden dat ik met deze heren gesproken heb. Wij hebben met de stofkam, of noem je dat, wij hebben naar alle berekeningen opnieuw goed gekeken. Tenminste, hebben onze ambtenaren gedaan. En er zijn ook, naar aanleiding van opmerkingen die zij gemaakt hebben, een aantal bijstellingen geweest. Hè. Die heb ik ook met u gecommuniceerd. Dus op een aantal posten hebben wij gezegd, terecht punt. Op een aantal posten hebben wij gezegd, nee, dan gaan wij geen aanpassingen doorvoeren. Daar zien wij nog steeds een verschil van mening als het gaat om ramingsonderdelen en hoe je vervolgens tot die berekeningen komt. Een voorbeeldje, bijvoorbeeld grondverwerving. We hebben daar een systematiek voor. Hebben wij al die vier die varianten volgens die systematiek gedaan. En wij gaan dan bijvoorbeeld niet zeggen, wij gaan bij één of twee van die varianten dat op een andere systematiek doen, enzovoort. Dus wij hebben op een aantal punten gezegd ja, ook aangepast, heeft u gezien. En op een aantal punten blijft verschil van mening. En ik ben dus ook niet van plan om opnieuw, dus voor de tweede keer, dus met de beide heren of met Call the Dutch om tafel te gaan. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. En ik zal in het statenvoorstel, wat over een paar weken naar u toe komt, ook die onderbouwingen meesturen. En dan kunt u dat beoordelen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk in eerste instantie naar de heer Walravens. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vervolgvraagjes. Ik zou willen vragen of de gedeputeerde in ieder geval aan de minister wil verzoeken om dat rapport openbaar te maken zo snel mogelijk. Want dat is voor ons denk ik relevant in de besluitvorming. En wat zij daar dan mee doet, dat is inderdaad, ik volg u helemaal, dat is dan aan haar. Maar op het moment dat in ieder geval mijn ervaring is, als je soms dingen niet vraagt, dan krijg je ze ook niet. Dat zou zeer op prijs gesteld worden. En, ja, die Call the Dutch, het is natuurlijk niet voor niks dat daar een expertgroep bij elkaar zit, die elkaar ook versterken en naar zaken kijken. En je kijkt dan op een gegeven moment van, oké, de provincie komt op een bepaalde raming uit, die expertgroep komt op een bepaalde raming uit. Hoe zeker zijn we van die ramingen van de provincie? Hè? Kijk ik naar het traktaatweg, Sloeweg, daar is toch best een groot overschot.
iets van 15 miljoen, meen ik uit mijn herinnering, wat feitelijk naar de algemene middelen gaat. En ja, dat wil je natuurlijk toch ook voorkomen. Hè? Dat geld, in dit geval is dat van de Westerschelde-tunnel gekomen, dus de tol blijft daaruit gewoon langer door bestaan. Kunnen we er zeker van zijn dat maar met deze aanpak dat zo'n situatie niet nog een keertje gaat gebeuren? Dank u wel. Dank u wel. Zijn er andere statenleden die op dit punt nog nadere vragen willen stellen? Als dat niet het geval is, kijken naar de gedeputeerde, de heer Van der Maas. Ja, voorzitter, ik hoop dat nog heel vaak mee te maken dat we eigenlijk aan het eind zeggen, joh, we hebben een overschot, tenminste we hebben minder nodig dan geraamd. Kijk, twee dingen op uw opmerkingen. Kijk, ramingen zijn ramingen. Daar moeten we ons altijd van bewust zijn. Hè, met een bandbreedte. Dus die bandbreedte moeten we uiteindelijk ook terugbrengen. En dan vervolgens dat als onderbouwing naar u toesturen. En ik wil ook wel als tweede gezegd hebben. Als we het hebben over zeg maar, de overschotten op de N62. Of het minder benodigde op de N62. Dat wij ook als GS goed onderbouwd hebben hoe dat komt. Hè. Er waren een aantal aanbestedingsvoordelen. Qua tijd hebben we het sneller kunnen doen enzovoorts. De grondverwerving is minderlijk verlopen. Dus er zaten een aantal, ja je zou zeggen van het is een voorbeeldproject geweest. Alles viel netjes in het bakkie, vooral bij de Traktaatweg. Sloeweg is natuurlijk wel een ander verhaal, want daar zullen we over komen te spreken. Daar hebben we het eerst enorm verhoogd ook. Dat was op een gegeven moment nodig omdat stilgelegd werd. Dus dat is wel heel fors verhoogd. Dus we moeten het ook wel in dat perspectief zien. Anders krijgen we hier denk ik een verkeerde beeldvorming over het overschot op de N62. Wel, geef ik u gelijk, Traktaatweg is eigenlijk een voorbeeldproject geweest. Dat zeggen de mensen van Boskalis zelf ook. Bijna volgens het boekje, daar viel alles. Hè. Soms heb je dat dubbeltje en dan viel iedere keer de goede kant op. Ja. Dank u wel. Voorzitter. Mag ik nog even een laatste, in ieder geval een laatste opmerking? Ik denk dat. Ik heb zelf in projectmanagement gezeten. Je wil natuurlijk altijd geld overhouden. Maar het is wel geld van de Zeeuwse burger. En op het moment dat je wat overhoudt. En je claimt dat als succes. En vervolgens wordt dat overschot eigenlijk voor andere zaken gebruikt. Dan waar dat eerst voor bedoeld is. Dat wil je gewoon voorkomen. Dus ik denk dat goed projectmanagement. En dat komt strakjes na de ramingen. Gaat helpen. Dat voorbeeldproject Traktaatweg gaat helpen. Ik denk, als je kijkt naar rood-groen, in dit geval de land, het land aankopen een stuk makkelijker zal zijn dan de andere variaties. Neem dat allemaal mee. Ik geef u dat gewoon mee als gewoon goed projectmanagement. Er is gewoon heel veel te leren en het is gewoon zonde op het moment dat we over een paar jaar dat project klaar hebben en we hebben een paar miljoen over. Ik zou dat niet als succes zien. Dank u. Dank u wel.